Hallo, hallo, hallo. Welkom bij Crypto Snack, uw bijtklaar en licht verteerbaar crypto tussendoortje. We zijn er weer. We hebben weer een boeiende vraag gehad. Ik ga ze zo meteen meegeven. Maar wie zijn wij? Ik ben Kim van Com Academy. Ik ben communicatiementor en cryptomentor. Ook wel gekend van de podcast Crypto in 1, 2, 3. En naast mij zit de fantastische, nog steeds fantastische, elke dag opnieuw Gwen. De fantastische Gwen Busseniers, CEO en founder van de enige echte Crypto School in België. En schrijfster van het boek Bitcoin en Crypto. En zoals ik daarnet al zei, we hebben vandaag ook weer een vraag gehad. En die vraag is de volgende, Gwen. Gisteren hadden wij het over. De vraag gisteren was: wat zijn de belangrijkste tips voor beginners in crypto? En we zeiden op een bepaald moment: hadden we het over ons stappenplan, het 12-stappenplan van Crypto for Women. En uiteraard hebben we dus de vraag gekregen: van ja, maar wat is dan nu juist dat 12-stappenplan? Dus ik stel voor dat we dat vandaag gewoon even toelichten. Ik zal misschien starten, we kunnen de 12 stappen eens overlopen, hè? En ik zal misschien starten met te vertellen hoe dat 12-stappenplan is ontstaan. Want wij hebben natuurlijk alle twee ja, onze weg moeten vinden in die cryptowereld. En er is niet ergens een universiteit of ergens een opleiding, enfin, toentertijd toen wij begonnen toch niet, hè? Waar dat je naartoe kunt om het hele ding gewoon geleerd te krijgen. Dus wat hebben wij gedaan? Wij zijn beginnen zoeken. Wij zijn beginnen YouTube-video's kijken, documentaires kijken, boeken lezen. Hier en daar een opleiding volgen, hè, die één bepaald aspect in de kijker zetten. Of waar dat op één aspect gefocust werd. En zo hebben wij een beetje onze kennis opgebouwd. Nu natuurlijk, we hebben dat ook niet in het Nederlands of in het Vlaams gedaan. Want dat was er op dat moment nog niet. En dat 12-stappenplan wat dat wij nu gecreëerd hebben voor Crypto for Women, dat is eigenlijk een systeem dat we zelf bedacht niet, want we hebben het warm water natuurlijk niet uitgevonden, maar we hebben wel al de informatie bijeengezocht. Alles waarvan dat wij dachten van, dat heb je echt nodig als je start in de cryptowereld. We hebben dat in een goede volgorde gezet, zodanig dat het eigenlijk logisch is. En het doel is eigenlijk dat je van crypto-beginner en iemand die er niks van kent, naar crypto-connoisseur, crypto-kenner groeit en bijgevolg dan ook uw ding kunt gaan doen in de crypto-wereld. Dat is zo'n beetje het doel van dat 12-stappen-systeem. En Gwen, ik laat het aan u even om de 12 stappen eens te doorlopen. Dan zien mensen ook de opbouw van dat 12-stappen-systeem en dan zien ze ook wat dat er allemaal geleerd wordt. Ik zal er even ook de presentatie bij nemen. Et Zo, voilà. voilà, het 12-stappenplan. Dus het is echt de bedoeling voor dat mensen die compleet leek zijn, dus je hebt geen voorkennis nodig van IT of van boekhouden of van cijfers, dat je toch wel je eerste of je weg gaat vinden in de cryptowereld na dit stappenplan. Dus we beginnen altijd met wat zijn cryptomunten en hoe kan je dat vergelijken met het geld, met het monetair systeem dat we op dit moment hebben. Dus we gaan de vergelijking trekken tussen, kijk, dat is het systeem waar we nu mee werken, hè, onze euro's en al wat ermee vasthangt. En dit zijn nu cryptomunten en zo kan je dat vergelijken of niet vergelijken. In module 2 gaan we over op Bitcoin. Je moet altijd beginnen met Bitcoin. Bitcoin is de king, de koning van de markt. Die moet je Alles is begrijpen. ook ontstaan met Bitcoin, hè? Dat was het begin van de Dat crypto. was het grote begin er zijn een paar voorgangers, maar dat is het grote begin van het ontstaan van de cryptowereld. Dat tikt natuurlijk volgens een bepaald systeem en dat is volatiel. Dus wij gaan jullie uitleggen wat Bitcoin doet tikken en hoe dat ding leeft, bij wijze van spreken. Bij module 3, dat is een gevolg op module 2, je gaat ook zien dat Bitcoin en alle andere cryptomunten draaien op de blockchain. Ja, wat is dat? Wat gebeurt daar? Wat is minen? Dat heeft dan ook weer Bitcoin of andere munten die met proof of work. Sorry, het is al een gekende term, maar dat komt dan allemaal aan bod, hè. Wat heeft dat allemaal te maken met de blockchain? Dan stappen we over naar module 4 en dan komen we bij de nummer 2 in de cryptowereld, de tweede grootste munt, dat is Ethereum. Wat is dat? Hoe werkt dat? Hè? Is dat een goede investering? Heel belangrijk. Ethereum natuurlijk, dat is, en nu zitten we al bij module 5, dat is een altcoin. Dat kan ik wel vertellen. Alle cryptocurrencies die geen bitcoin zijn, zijn altcoins. Maar ook daarin gaan we categorieën en dan
gaan we categorieën hanteren. Dus dan gaan we al over naar tokens. Hoeveel altcoins zijn ze? Waar vind je een overzicht, alle informatie? Wat zijn NFT's? Een van de hypes van de laatste bullrun. En tot slot, in welke van die bijna 20.000 hier zijn, moet ik bij God investeren? Bij module 6 komen we bij ons monetair systeem. Hoe is dat ontstaan? Hoe is geld ontstaan? Van waar komt ons geld? En wie draagt nu zorg voor dat monetair systeem? En waarom, vooral belangrijk, draai het nu vierkant? We verwijzen terug, we hebben het er al eens gehad over ons winkelkaart die altijd maar duurder wordt. Want dat is natuurlijk een goede motivatie om te gaan beleggen misschien in crypto. En dan gaan we zeggen van kijk, zo kun je zelf gaan instappen in crypto. Zo moet je eraan beginnen. Daar moet je kopen en vooral waar niet. Daar moet je op letten. Welk bedrag moet je? Hoe bewaart je crypto's? Dus alle basiskennis die jij nodig hebt om op een veilige manier te starten met crypto. Komt ook terug in module 8 natuurlijk. Hoe beveilig je jezelf? Uiterst belangrijke stappen voor bewaring, voor veilig handelen. Alles wat je daar moet weten. Vooral hoe laat je je niet in de luren leggen. Want ook de scammers natuurlijk, die hebben de opportuniteiten van de cryptowereld ontdekt. Maar met een paar heel eenvoudige basisregels kan je die allemaal voorkomen. We gaan ook uitleggen hoe dat scammers te werk gaan en hoe dat jij daar dus uit hun handjes kan blijven. Volgende module 9, wat is een beleggersprofiel? Wat is jouw cryptobeleggersprofiel? Wat zegt dat over jou? Hoe start je daarmee en kan je meerdere profielen hebben? Dat is heel belangrijk voor de manier waarop dat jij later gaat cryptocurrencies verhandelen. Daarom dient het beleggersprofiel. En tot slot de laatste drie. Welke strategieën zijn er? Een strategie, even kort uitleggen, is een manier waarop dat jij, en dat past weer uit dat beleggersprofiel uit de vorige module, gaat kopen en verkopen. Verschillende manieren om dat te doen. Hè. Er zijn ook verschillende strategieën. En welke analyses ga je maken in functie van een bepaalde strategie? Analyses die jou gaan informatie geven wanneer je moet kopen en verkopen. In module 11, natuurlijk, we leven in België, we hebben een Belgische fiscus. Ja, moet je ook gaan belastingen betalen op jouw cryptocurrencies? Welke vormen zijn er? Moet je belastingen überhaupt betalen of niet? En hoe kan jij fiscaal het meest optimaal belastingen betalen of niet? Module 12, tot slot, als laatste, als een extra tip. Hè. Onze beginnersfouten, we hebben er gisteren in onze snack al een paar aangehaald, maar er zijn er nog meer. Welke extra tools kan jij inzetten om meer als een pro, niet als een amateur, te werk te gaan in cryptoland, om het overzicht te bewaren van je portfolio en om mee te zijn met de macro-economische situatie? Een hele boterham, maar ik denk na deze stappen dat je een heel pak verder staat. Kim. Dat is hem, hè. Ja. Dat is hem inderdaad. Dat is het stappenplan. Ik ga ons weer netjes zo naast elkaar zetten, Gwen. Voilà. Dat is het stappenplan dat we hebben uitgewerkt op basis van onze ervaring. Ik heb mijzelf op een bepaald moment de vraag gesteld van hoe kan ik dit? Ik ben natuurlijk communicatiementor, Gwen. Van hoe kan ik al hetgene wat ik nu zelf geleerd heb en die chaos aan informatie die je dan krijgt, hoe kan ik dan nu op een eenvoudige, gestructureerde manier naar andere mensen brengen, zodanig dat zij eigenlijk veel eenvoudiger die weg kunnen afleggen die ik afgelegd heb. En als wij dan de koppen hebben samengestoken, dan hebben we dan een keer samen bekeken en bleek dat we het wel op dezelfde manier deden. Dus voilà, kijk, het is het 12-stappenplan of het 12-stappensysteem of de unieke methode of hoe dat je het ook wilt van Crypto for Women geworden. En dit is de manier waarop dat wij inderdaad mensen die er nog niks van kennen netjes mee doorheen het traject gaan nemen toch echt een beetje al een crypto-kenner te zijn en toch al die eerste stappen ook beleggingsgewijs te gaan zetten in de crypto-wereld. Voilà, dit was hem alweer. Dit was alweer de Crypto-snack, lieve vrienden. Net zoals alle dagen vraag ik jullie ook weer, als je dit leuk vond, geef ons dan een duimpje, eender op welk kanaal, laat iets weten, laat uw appreciatie, als die er dan al is, laat die blijken. Dat vinden wij plezant, dat doet plezier en dat helpt ons natuurlijk. Heb je zelf een crypto-vraag, stel ze dan ook weer via eender welk kanaal. Je kan ons via alle
manieren, social media manieren, klassieke, enfin klassieke, maar mail, telefoon, kan je ons bereiken. Je vindt alle gegevens op onze website. Dus doe je ding. Ja, wil je meer, dan heb je in de banners hieronder en in de linken heb je linken zien verschijnen waarop dat je kan intekenen op een gratis webinar of op een live masterclass, waar dat we dan een hele dag gaan werken en waar dat we dan ook dat 12-stappen-systeem echt in de praktijk gaan brengen. Dus check hier de banners of check de linken bijgevoegd. En ja, zoals elke dag ga ik ook weer eindigen met een mooie quote, Gun. En ik haal hem alweer uit jouw boek. De quote van vandaag is van niemand minder dan Al Gore, de 45e vicepresident van de Verenigde Staten. En Al Gore die zei: ik denk dat het feit dat binnen het Bitcoin-universum een algoritme de functies van de overheid vervangt, eigenlijk best cool is. Ik ben een grote fan van Bitcoin. Voilà, weer iemand die mee op de Bitcoin-kar springt. En hoe meer, hoe beter. Hè. Dat zien wij graag gebeuren. Voilà, dit was hem weer voor vandaag. Gwen, eindig jij graag? Ja, iedereen happy trading en tot de volgende. Tot de volgende. Ciao, bye. Ciao. Thank you.